Met veel geschreeuw is vanmiddag in het hele land geprotesteerd tegen de bezuinigingen op kunst en cultuur. Het Schouwburgplein in Rotterdam stond 's middags vol met tegenstanders van de bezuinigingen die zich duidelijk lieten horen. Het kabinet kort de cultuursector met 200 miljoen euro. Bovendien gaat de btw op theaterkaartjes omhoog. Dat moet nog eens 90 miljoen opleveren. Excelsior heeft een belangrijke zege geboekt op concurrent VVV Venlo. De Kralingers wonnen op Woudestein met 1-0. Tim Vinken miste in eerste instantie zijn penalty, maar Roland Bergkamp wist uit de rebound alsnog te scoren. Volgende week gaat Excelsior in Tilburg op bezoek bij Willem II. Er wordt al een tijdje geschaatst, gezwommen en gebasketbald, maar vandaag is de Sportboulevard in Dordrecht officieel geopend. Met shows, clinics en wedstrijden kon het publiek uitgebreid kennis maken met de nieuwe sporthal en de sporten die er beoefend worden. Een 20-jarige automobilist heeft vanmorgen een ravage veroorzaakt op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. De man werd achtervolgd door de politie nadat hij een stopteken had genegeerd. Hij raakte de macht over het stuur kwijt en kwam tegen een winkelpuit tot stilstand. Tijdens de achtervolging werd een snelheid van 100 km per uur bereikt. Achteraf bleek dat de bestuurder te veel had gedronken. Niemand raakte gewond.